Hey, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Michel en dit is Met een Zachte G. StukaFest bestaat dit jaar 10 jaar en dat moet gevierd worden. In de uitzending vandaag programmeur van dit bijzondere evenement, Dexter de Waal. Dexter, welkom. Dankjewel. Dexter vertelt ons vandaag wat StukaFest precies inhoudt en hoe dit jubileum gevierd zal gaan worden. Maar eerst gaan we kijken naar de baktalenten van Jella en Melissa in een nieuwe Gek op Eten. Bon appetit, baby. Appetite for seduction. Hoi, dit is weer een nieuwe Gek op Eten en vandaag gaan wij de strijd aan met elkaar. Want wij gaan namelijk uit deze bak een thema trekken en met dat thema gaan we onze cake versieren en de mooiste cake gaat winnen. Oké, okay, ik ben benieuwd. En hoe lang krijgen we daar eigenlijk de tijd voor? We krijgen daar een kwartiertje de tijd voor, maar van tevoren, ja het is wel kort, maar van tevoren krijg je wel een minuutje om op internet wat ideetjes op te zoeken. Oké, okay, ik zeg let's go! Ik heb dierentuin. Kun je daar wat mee, denk je? Weet ik nog niet. Ik heb winter. Oké, okay, ja. Komt wel goed, denk ik. Kun jij daar wat mee? Ja, ik denk het wel. Ben je klaar voor? Ja. Jij ook? Ja, ik ook. Oké, okay, okay. Top. Dan starten we nu. Oh mijn god, we hebben nog maar 4 minuten. Nee, dat kan echt niet. Jawel. Dat kan helemaal niet. Oh, dit gaat ook helemaal mis. Resultaat geworden van onze battle. Nou, ik vind dat ik gewoon de beste heb. Nee, ik vind dat ik de beste ben. maar we zijn heel benieuwd naar jullie mening in de studio. Dus wie heeft er volgens jullie gewonnen? Bon appetit, baby. Appetite for seduction. Fresh out the oven. Melting your mouth. Nou Dexter, ik ben heel benieuwd. Welke vond jij het mooist? Ja, ik dacht bij het begin eigenlijk al van ik ga sowieso voor winter. Maar toen zag ik de dierentuin, die was ook wel mooi. Maar te veel slagroom. Okay. Dus ik ga toch voor winter. Oké, okay, ja. Nou, dat betekent dus Melissa van harte gefeliciteerd. Jella, voor jou misschien dat je volgende keer een ander lekker hapje moet gaan versieren. StukaFest, een evenement van student voor de student. Bestaat dit jaar 10 jaar. Maar wat houdt StukaFest precies in? Naast mij zit Dexter, nogmaals welkom. Dankjewel. En ik ben heel benieuwd, Dexter. Kun je mij wat meer vertellen over StukaFest? Ja, StukaFest is een studentenkamerfestival van de StukaFest. En waarin verschillende kunstdisciplines samen worden gebracht eigenlijk. Literatuur, poëzie, muziek, dans, theater, van alles en nog wat. En die artiesten die spelen hun show in een studentenkamer. Dus in een heel intieme setting eigenlijk. En dat is eigenlijk wat StukaFest is. Gaaf. En ik hoorde dat dit in 13 verschillende steden in Nederland georganiseerd gaat worden. Wordt georganiseerd. Ja, ja, klopt. Hoe zit dat precies? Hoe hebben jullie steden gekozen? Welke steden gaan dit zijn? Nou, het is ooit begonnen in Nijmegen, jaren geleden. En dat is eigenlijk
jaar voor jaar steeds een stad erbij, denk ik. En in Tilburg doet nu 10 jaar mee. Dit jaar is ons jubileum, zoals je al zei. Mm-hmm. En ja, er is een overkoepelende organisatie, Stukenfest Nederland. En elke stad heeft dan zijn eigen bestuur. En ik zit dan in het bestuur van Stukenfest Tilburg. Dat vind ik interessant, want hoe ben jij nou precies bij Stukenfest terechtgekomen? Is het iets waar je zomaar als student bij kan? Of? In principe wel. Je kan je gewoon aanmelden als er weer een nieuw bestuur gezocht wordt. Dus bij deze ook alvast een oproep voor studenten. Nou. Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuur voor volgend jaar. Mm-hmm. En dan kun je gewoon een mailtje sturen naar tilburg@stukenfest.nl. En dan wordt er een avond georganiseerd waarin uitgelegd wordt wat Stukenfest is. En wat het inhoudt om in het bestuur te zitten. En dan wordt er een selectie gemaakt. En dan zit je met een groepje van 5 of 6 studenten. Kan je een jaar lang een festival organiseren. Heel interessant, leuk. Ja. En jij bent dan dus programmeur van dit evenement, van dit festival. Tegen welke complicaties loop je aan als programmeur zijnde? Want het lijkt me best lastig om dit allemaal te organiseren en realiseren. Nou ja, voor mij persoonlijk was het voornamelijk... Kijk, ik zit zelf in de muziek. Mm-hmm. En Stukenfest is een festival dat niet alleen om muziek draait. Dus voor mij was het heel erg uitzoeken van wat voor theateracts zijn er, wat voor dansacts. Dus qua kennis is dat iets nieuws waar je een beetje in mm-hmm. moet verdiepen. Dus dat is in het begin lastig. Daarnaast krijg je veel mailtjes van artiesten die graag willen optreden. Dus daar moet je doorheen scannen. Zijn er al een paar grote namen die ertussen zitten? Of waar moet ik aan denken bij... Het zijn wel vaak opkomende artiesten, omdat het vaak in een kleinere setting is en je werkt met een beperkt budget. Dus je kan niet de allergrootste artiesten mm-hmm. inhuren. Maar ik moet zeggen, voor deze editie, voor de jubileumeditie, hebben we wel een paar leuke namen. Die misschien in het oor spelen. Nou, dit is goed om te horen. Wat ook heel goed om te horen is en ook heel erg leuk is, is dat wij een bijzonder spelletje hebben in deze leuke aflevering. Dat heet het Tilburgs Kwartet en die ga ik er eens even bij pakken. Oh. Het werkt heel simpel. Jij pakt een kaartje en zonder dat jij op dat kaartje kijkt, geef je hem weer terug aan mij. Okay. En ik lees voor wat erop staat en dat is iets wat met Tilburg te maken heeft. En dan hoop ik dat jij daar iets over kan vertellen aan mij. Dat hoop ik ook. Mag wel eens een keer naar zijn. Dat zou leuk zijn, ja, dat zou. Dankjewel. Alsjeblieft. Oeh! We hebben het Paleis Raadhuis te pakken. Oeh. Kun je me daar iets over vertellen? Ik weet dat het... Weet je waar het ligt? Ik weet waar het ligt. Stadhuisplein. Oké. Stadhuisplein. Ja. Ik heb er wel eens wat bruiloften georganiseerd zien worden. Nou, dat is leuk. Tilburg culinair. Ik zou je wel helpen. Het werd gebouwd in opdracht van koning Willem II. En het was tijdelijk een rijkshogeschool. Oké. Interessant om te weten. Dan is het nu tijd om te zien wat Jella heeft gezien. Dus ik wil Jella van harte uitnodigen bij ons op de bank. Yes, dankjewel. Alsjeblieft. Gezellig. In het midden. Erbij, man. Ja, want ik ben best wel benieuwd naar Stukenfest. En ik denk de kijkers ook. Dus kijk gezellig met me mee. Ja. Ja, het was natuurlijk maar een kleine sfeerimpressie, maar wat is nou jouw hoogtepunt van de vorige editie? Ik moet eerlijk zeggen dat ik vorig jaar niet in Tilburg ben geweest bij Stukenfest. Okay. Maar ik heb hele goede verhalen gehoord over Massie in Primus van Geelstraat. Yeah. Dat was 1 groot feest geworden. Daar speelt dit jaar We Are Hunters. Okay. Ook een hele toffe band die sowieso de boel op zijn kop gaat zetten. Dus misschien wordt dat wel een hoogtepunt. Dat zou zomaar een hoogtepunt kunnen worden. En ik ben zelf, vorig jaar ben ik eigenlijk alleen in Enschede geweest. Okay. En daar was ik nog nooit geweest en dat was ook heel gezellig. Daar waren allemaal hoogtepunten. Ja, waren allemaal hoogtepunten, ja. Maar om het bij Tilburg te houden, volgens mij was Massie vorig jaar een hele goede Mexican Surf speelde er. Uh-huh. Wat hadden ze nog meer? Ze hadden een kunstenaar die volgens mij live kunst maakte en die dan daarna, of na afloop in de week daarna, nog verkocht werd aan het publiek. Dus dat is ook wel een hele interessante ervaring. En zo hebben we dit jaar ook wat kunstdingen waarin live kunst gemaakt wordt samen met het publiek, dus heel interactief. Nou, klinkt allemaal heel leuk. Ja, en jullie hadden vorig jaar, denk ik, ook een hele leuke verslaggever. Ja, ik vond hem nogal bijzonder. Ik ga nog niet helemaal verklappen wie het was, dus let goed op. Hallo, testing.
Ja, meester, mijn naam is Ferry van Zaande en ik sta hier voor het gebouw van... voor een gebouw. Ik ga meester vragen stellen over Stukafest. Eens even kijken. Ja, ik vond dat persoonlijk wel heel bijzonder. Nou ja, dat is het ook wel, ja. Ja, zo'n handpop als verslaggever. Ja, Stukafest begint eraan te komen. Maar ik heb ook nog een andere leuke uittip. Want soms wil je dat een muziekjaar misschien wel langer duurt dan 365 dagen. En dat is wat er gaat gebeuren in Clubsmederij aanstaande zaterdag 19 januari van 11 tot 4. Het is dan namelijk All 2018 Everything. En daar komen alle succesvolle hip-hop muziek komt daar aan bod. Dus als je dat leuk vindt, zou ik zeggen, kom er gezellig naartoe. Er is alleen deurverkoop, maar het is maar 3 euro. Maar wel 18 plus, dus onthoud dat goed. Nou, ontzettend bedankt Jelle voor deze goede tip en voor de leuke filmpjes. En Dexter, een vraag aan jou. Heb jij goede voornemens in 2019? Zal ik dan toch maar gewoon zeggen afstuderen een keertje? Want in welk jaar zit je nu, even voor de kijkers? Jaar 7. Dat kan en dat mag tegenwoordig. Nee, Julie en Marnicia, die hadden er ook een paar. En daar hoorden speciale spulletjes bij die getest moesten worden. Dus laten we gauw gaan kijken naar de nieuwe getest. Het nieuwe jaar is weer begonnen en dat betekent weer heel veel nieuwe spulletjes om te testen. Ja, dus laten we maar gelijk ons eerste product erbij pakken. Namelijk een spaarvarken. Kijk eens. Je kan hem een gezicht geven. Ja. Nou, ons spaarvarkentje is helemaal af. Hij is En heb je nog wat om erin te stappen? Nee, ik niet. Jij wel? Ja, ik... Ga je al gelijk beginnen met kijken. Een goede... Yes. Je kan hem aan de onderkant gewoon openmaken en dan kan... Nou, over goede voornemens gesproken heb ik ook nog iets gevonden, namelijk... Snoep, dat is gemaakt van echt fruit. Althans, het staat op de verpakking. Gemaakt van echt fruit, zonder toegevoegde suikers en glutenvrij. Nice. Dus zullen we eens gaan proeven? Ja, zeker. Ik ben wel een snoepfan. Dus, ja? Ja. Ruik best wel zoet. Ja. Oeh, hier. Ja. Oké, en dan moet je er zo eentje afhalen, denk ik. Oké. Het is echt best wel lekker. Nou eigenlijk niet echt. Sorry. Ik vind hem eigenlijk helemaal niet lekker. Wow. Je proeft wel echt pure aardbei gewoon. Het smaakt meer naar... Ja, of een smoothie of zo. Een harde smoothie. Nee, ik vind het echt gewoon echt een snoepje. Of vind ik dit helemaal niet lekker. En als laatste, heb je nou zin om thuis lekker te relaxen? Dan hebben we hier de 3-in-1 kussen. Ja, en het heet de Go-Go Pillow. Ik zal hem even uitpakken. Oh, je kan nog zo'n iPad inzetten? Hierin? Dan heb je dus de hoeken zeker waar je ze... Oh, dan kan je zo hier de hoekjes van je tablet in stoppen en dan... Oh ja. Oké, dan kan je hem nog in de auto gebruiken, staat er. Oh, dan kan je hem dus zo aan je stoel vastmaken. Dus laten we even zeggen zo. Oh, bij de stoel voor je. En dan kan je zo hier je dingen... Oh, dan heb je gewoon een tv in de auto. Juist, ja. Maar hier staat als laatste ook nog dat je hem als nekkussentje kan gebruiken. Als het... Oh, ik zie hier een rits. Hey. Wow, ja. De ultieme hoofdkussen, ja. Hé, maar dit is echt vet handig. Nice. Nou. Oh, hij zit ook echt heerlijk. Hij is wel lekker zachtje. Ja. Nou, Julie, welk product vond jij het leukst? Van de snoep was ik niet zo'n hele grote fan. En het spaarvarkentje, ja, op die 1 euro net na heb ik helemaal geen contant geld. Dus ik ben het meeste fan van de pillow. Ja, daar ben ik met je eens. Spaarvarken denk ik hetzelfde. Ik denk dat ik het geld er gewoon weer gelijk uithaal dezelfde dag. En deze snoep vond ik ook helemaal niks. Het was niet echt lekker tussendoortje of zo. Dus wij gaan nu even uitvechten wie deze mee naar huis krijgt. En... Eet smakelijk.
Er komt natuurlijk niet vanzelf geld in zo'n spaarvarken. En daar weet Dexter als ondernemer alles van. Want naast programmeur van Stukafest heeft hij ook zijn eigen music agency. Dexter's Music Agency. En kun je mij vertellen wat zo'n agency precies doet? Goed. Zoals je zegt, music agency. We zijn in principe een allround agency. Dus wij doen... gaan van boekingen voor artiesten naar management, tour management. Dat is een beetje het allround gedeelte. Mm-hmm. Maar de focus momenteel ligt vooral op boekingen. Okay. Dus wij proberen shows te regelen voor artiesten, zowel binnen als buitenland. Okay, ik kan me voorstellen dat als student, en ook nog eens twee van dit soort best wel drukke banen erbij, dat het gewoon een heel druk leven is. Hoe ervaar jij dat? Is het goed te combineren zo allemaal? Met studentenleven in de zin van het studeergedeelte, niet zo. Okay, okay. Zoals ik net zei, in jaar 7, dus mm-hmm. dat loopt lekker vertraging op. Stukafest is een vrijwilligersjob eigenlijk. Dat is wel te combineren, maar ik ben er wel achter gekomen, zeker door wat ontwikkelingen, positieve ontwikkelingen mm-hmm. binnen het bedrijf, dat het wel soms lastig te combineren is. Oké, okay. en ik heb vernomen dat jij laatst nog zelfs een bijzonder avontuur in India hebt meegemaakt. Ja, want jij hebt ervoor gezorgd dat een van jouw bands een optreden heeft gekregen in het mooie, verre India. Vertel, hoe is dit tot stand gekomen? Dat was eigenlijk een toertje zelfs. We hebben 4 shows in India mogen doen met Between the Jars, een band uit Utrecht. Gaaf. Dat is via gelopen. Op een gegeven moment werd ik benaderd door een groot festival, het grootste cultural college festival van Azië. Nou ja, daar dachten we, dit is een kans die we niet moeten laten schieten. En daar hebben we toen nog wat shows omheen geboekt. En we zijn het gewoon gaan doen en vorige week teruggekomen. Super gaaf, man. Want ja. Je mocht zelf dus ook mee. Nou ja, dat heb ik wel opgeëist natuurlijk. Precies, nou, heel goed verstandig. Hey, maar je hebt dan meerdere artiesten onder jouw hoede. Ja. Is het niet lastig om dan de aandacht te verdelen onder al die artiesten? Want ja, je hebt nu 1 iemand naar India gestuurd, of een bepaalde groep. De rest die zal natuurlijk met een jaloers oog naar de andere band kijken. Ja, nou ja, goed. Het leuke is ook wel dat het allemaal artiesten zijn in verschillende genres. Dus je kan het ook weer een beetje op die manier uitleggen aan hun. Van oké, dit past beter bij jou en dit past beter bij jou. En dus het is wel goed te verdelen. Oké. Okay. Hey Dex, ik wil je ontzettend bedanken dat je er was vandaag. Dank je wel. We verlaten jullie natuurlijk niet zonder onze gebabbelvraag. En dat is deze week. Op welk nummer dans jij het liefst? En jij krijgt als eerste eer deze vraag te beantwoorden. Dus ik ben heel benieuwd. Op welk nummer dans jij het liefst, Dexter? Op California van Youngblood. Uitstekende keuze. Ja, daar zou ik wel met je mee dansen. Ja? Lekker, man. Okay, lekker, man. Enorm bedankt voor het kijken. Volg ons op Facebook en Instagram om de hele week op de hoogte te blijven van onze nieuwtjes. En dan zie ik jullie graag volgende week weer terug. Ik... Ja, er zijn zoveel leuke nummers. Beyoncé, Grown Woman, ja. Ik denk waarschijnlijk toch met Queen, Bohemian Rhapsody. Yeah. Ja, dat blijft toch wel echt een lekker standaard nummertje. Alles wel lekker ritme in zit en ik gewoon een beetje... ik heb heel veel nummers die ik leuk vind eigenlijk. Dat kan ik zo niet zeggen. Leuk nummer. Nee. Ja, dat vind ik een hele moeilijke. Ik heb van alles. Disco, billenschudders, kan op van alles heel goed dansen. Ik denk, I Wanna Dance With Somebody. Op dit moment Pony. Ja, ik weet niet van wie het is, maar Pony. Ja, echt super fout, knip het uit.